Zo, goedenavond. Nee, maar ik was hier vanavond een bedke aan de late kant en daar kwam ik, was nog even bij een schoonheidsspecialist te West. Ja, niet voor mijn vrouw, maar voor mezelf. En dat is het mooie van deze tijd. Hendrik die vertelde het al 25 jaar lang Drenthe plat. Nou, ik kan u wat vertellen. Als ik 10 jaar geleden had verteld in deze zaal dat ik bij een schoonheidsspecialist was West, dan had de helft van de zaal tegen elkaar lopen te mompelen van dat joch, dat is van de andere kant. Maar ja, dan kun je als keel gewoon van de goeie kant af weer en door een schoonheidsspecialiste heen gaan. Ik zal het er nog sterker vertellen en de vrouwleur die weet precies waar ik het over heb. Maar ik heb bij mij in Toes heb ik de hele lijn van Oil of Olas. Ja, maar dat is hartstikke lekker spul. Ik heb Oil of Olas van mijn eelknobbels. Ik heb Oil of Olas van mijn boek. En nu heb ze wat nieuws van Oil of Olas en daar moet ik nog een bedje aan wennen. Want ze hebben nu ook een dag- en een nachtcreme. Maar dan moet ik met elkaar wennen. Maar dat speelde zit bijna in hetzelfde putje. Ja, en ik was vorige week, ik was op weg naar het werk. Ik zat een kwartier in een auto. En ik werd in één keer zo slaperig. Haak mijn nachtcreme op. Maar ja, ik heb mijn baas belt. Ik zeg, baas, vandaag kom ik niet, want ik heb mijn nachtcreme op. Nou, en dat begreep meteen, want ik heb ook niks aan zo'n slaperige kerel op dat werk. Maar ja, ik daar soms naar bed aan ga en ik sta voor het nachtkastje en ik kijk naar al die putjes. En ik kijk naar het nachtkastje van mijn vrouw. Maar zeg ik nachtkastje, daar heb ik vorige week nog een kastje bij aantimmerd. Ja, maar die redt het niet meer met 30 potten. Maar dan denk ik, wat bent wie toch in hemelsnaam met bezig? Want vroeger bij ons in het Oldershoes, daar hadden we in de keuken, daar hadden we een rekje en daar stonden 3 putjes op. Zand, zeep en soda. En daar deed alles met. Tot vlek in de broek aan toe. En onder die 3 putjes, daar hadden we een grote pot met speenzalf. En dat was voor algemeen gebruik, dus niet iedereen had zijn eigen pot. En dat was mooi, want ik kon ook altijd zien alsof dat mijn vader ook wat mankeerde. Ja, dan ging er altijd met 3 vingers tegelijk erin. Ja, dan had altijd zoiets van smeer maar met dat spul. Maar ja, als je dan zo over kwaaltjes hebt, hè. Wordt vroeger niet overhand, maar tegenwoordig, het is de normaalste zaak van de wereld. Dat is namelijk aanbijen. Ja, vroeger je hand er niet over, maar tegenwoordig, het maakt het niet goed. Ze hebben er allemaal goede middeltjes voor. Ja, ik gebruik Sperti. Ja, ik mag geen reclame maken, maar het is hartstikke groot spul. Dat spul, daar zit een tubetje, daar zit een deusje om hen. Nou, ik kan u wel vertellen, als ik het deusje alleen even het gat haal, dan vul ik het er al in trek. Ik heb dat spul, ik heb nu 3 jaar in het huis, maar ik heb het tubetje nog niet los had. Hartstikke groot spul. Maar ja, het rare is, het is allemaal bespreekbaar tegenwoordig. En er zijn enquêtebureaus, onderzoeksbureaus en die gaan dan onderzoek doen naar aanbeen. En nu blijkt dat 1 op de 6 leu heeft last van aanbeen. 1 op de 6. 1, 2, 3, 4. Zit u lekker? Dat wordt lang overgenomen, dat kan ik ook wel vertellen. Nee, maar tegen het is allemaal bespreekbaar. Weet je wat ook bespreekbaar is? Vroeger niet, verlichting. Hé, laten we nou eerlijk wezen, want wie heeft er nog verlichting van zijn vader en moeder had vroeger? Ja, ik kan moeilijk de zaal in kijken, maar ik zie geen enkele vinger. Nou, dat is er nog 1 minder als vorige week. Hé, maar verlichting, nou, daar had vroeger niet over. Iwan er lang blij dat verlicht op de fiets had zitten. Hé? Laat staan verlichting. Nee, vroeger was zo, dan zat hij in de 6e klas van de lagere school. En dan ging hij 3 dagen in retret. En dan werd hij alles uitlegd. Nou, ik weet nog wel goed, we zaten er al maandenlang naar uit te kijken. En eindelijk was het dan zover, hij ging 3 dagen in retret. En dan eerste dag, ik had nog niks gehoord. Tweede dag, ik denk, nou, het komt er niet meer van. Maar op de derde dag, toen kwam de hoofd van de school, daar kwam het klaslokaal binnen. En hij had een diaprojector bij zich met zo'n diascherm. En 46 dia's. En die hefferde in 3 minuten erheen knipt. En toen zeggen we ook nog heel monter, en zo moet het. Nou, ik heb mezelf allemaal een beetje aanleerd en het is allemaal wat goed kom. En ik weet net hoe ik het anderen ook moet uitleggen. Maar ja, nu is de vorig jaar is een nieuwe wet kom. En hoe mij de man waait weer met de man trouwen en de vrouw waait weer met de vrouw trouwen. Ja, hoe leg je dat dan weer uit? Ja, het maakt me niks uit hoor. Ik stoor me er absoluut niet aan.
He, ik zal het toen nog sterker vertellen. Bij ons in de straat, daar bent twee van die blonde vrouwtjes komen te worden. En die bent met elkaar trouwd. En dan stond wie was met de buurman zo bij elkaar. En dan zei wie, nou eigenlijk jammer, hè? He, twee van die mooie weggies en dan met elkaar trouwd. En dan ben je als kels ook nog een paar olle wien. Want wie zit ook nog een beetje uit te vissen van wel zo'n oud mannetje wees en wel zo'n oud vrouwtje wees. Maar ja, ik word er ook een beetje aan wennen. Want van de week, ik kwam er zo voor het huis langs. En ze heb met zijn bijen heb ze zo'n blauwe eend, zo'n lelijke eend. En ze hadden die klep omhoog staan en het ene wichie lag over het ene spatbord. Het andere wichie lag zo over het andere spatbord. En die zaten allebei een beetje aan die carburateur te filmen. En toen dacht ik bij mezelf, kijk, kijk, daar heb je twee potten met pannen. Ja, maar je hoeft helemaal niet zo ver voor te zoeken. Want kijk nou eens bij mij in de familie. Ik heb bijvoorbeeld een neef en die is trouwd met een nicht. Ja, maar dat is toch raar, aan die trouwkaart dit toeskreet. Hè, daar stond op, wij gaan trouwen, Jan en Kees. Ja, en dan moet je soms, hè. En wat moet die beide kerels kopen? Een föhn? En aan wie moet die gem? Ik kan je niet eerst vragen, wel is hier het mannetje en wel is hier het vrouwtje. Dus ik heb maar wat geld in een envelop door en ik kom zo soms die zaal in. En dan staat er achter zo'n tafel twee van die glimmende kerels. En dan heb ik al meteen het eerste probleem. Want normaal gesproken geef ik het bruidje altijd een kus. Ik heb ze er nu allebei mee gegeven. Ja, ik wist het ook niet. En vlak naast zijn tafel, daar stond een hele grote taart van 8 verdiepingen hoog. Zo'n mooie grote roze taart. En bom op die taart zaten dan twee van die kelkens. En dan heb ik meteen weer medelijden met een banketbakker. Ja, maar daar zit weer met een incomplete taart. En dan moet we wachten totdat er twee potten voorbij komt. Anders raak je die taart nooit kwijt. En dan soms, dan begint de muziek en dan komt de Foxtrot Varié. Nou, dat duurt maar 2 minuten. Toen stond een hele dansvloer, die stond vol met keels. Ik dacht, nou, dat zal mini gebeuren. Ik ga even naar het toilet. Ik ben onderweg naar het toilet, word ik in één keer op de schouder tik door ome Gertie. Hij zei, Ronald, met een dansvloer op. Nou, ik ben door ome Gertie de dansvloer op. Wie stond als keelsting over elkaar. Ik wil beginnen, ome Gertie wil beginnen. Wie zat elkaar tegen de benen aan te schoppen. Wie kwam geen stap vooruit. Ik zeg, ome Gertie, stop eens even. Ik kreeg in één keer een lumineus idee. Ik heb ome Gertie namelijk omdraaid. Ja. Maar ja, dat duurde maar even, toen hadden we een Polonaise. Nee, maar ik noem mijn neef Jan dat, hè. Den woont thuis en, ja, en met zijn vader en moeder en met zijn broer en met zijn zussen. En ze, ja, hij wil het vertellen dat hij dus verliefd was op een man. Ja, en hij dat nu wat belangrijkste vertellen heeft, wanneer doe je dat dan? Onder het warme eten. En hij zat aan de tafel met zijn vader en moeder en zijn broer en zusken zaten erbij. En hij zat de hele oom dat te praten. En zijn vader die had te lang in de gaten, er komt zo wel wat. En op een gegeven moment zeggen pa, zeggen, ik moet hem wat vertellen. Hij zei, jong, gooi het maar uit, zeggen, ik zie dat je wat op de lever hebt. Hij zegt, pa, zeggen, ik ben verliefd op een man. Potverdorie, zegt zijn vader. Dat vader begon ook te praten. Hij zegt, maar jongen, toch waren de vrouwen dan op? Hij zegt, nee, zeggen, pa, zeggen, ik ben gewoon verliefd op een man. Nou, zegt hij, zegt, jong, maakt niks uit. Als ieder gelukkig met bent, ben ik dat ook. Dat broertje, dat begon ook te praten. En hij dacht, ja, het spul is nu toch aan de gang. En zijn vader zegt, ik ben ook verliefd, ook op een man. Dat moeder begon ook te praten. En vader die gooit de vuurtje beneden. Hij zegt, potverdorie, is er dan hier in het hoes helemaal niemand meer die van vrouw noot? Toen ging zusje staan. En zijn vader, ik. Ja, een mooie familie is dat. Maar ja, wordt vroeger niet over hand en tegenwoordig, het is de normaalste zaak van de wereld. Je zit op de televisie, je leest het in de tijdschriften. Dat is namelijk plastieke chirurgie. Lippensukkie, je kent het wel. Ja, bij ons in de straat, daar woont een vrouwtje, de 37 jaar, die is nog steeds vrijgezel. Gertrud heet ze. Ja, die naam die past ook wel een beetje bij haar, moet ik zeggen. Maar nu denkt ze dat het komt, dat zij vrijgezel is, doordat ze wat kleine borsten heeft. En nu is ze naar een dokter en gaan, zegt ze tegen dokter, dokter, ik wil geen borstvergroting hebben. Toen zegt de dokter, nou Gertrud, moest niet gaan beginnen. Wat de natuur geschapen heeft, moet je mooi zo laten.
Nou, zei ze, als je het niet door, dan gokken we naar het westen, naar Amsterdam. Dat doet het geen. Hij zegt, nee, zeggen is niet nodig. Hij zegt, ik heb wat nieuws. Dat komt uit Amerika. Hij zegt, er zijn twee ballonnetjes die stop je achter de BH. Daar krijg je twee pumpjes bij, die doe je onder de oksels. Hij zegt, hij naar boodschap gaat door, dan doe je helemaal niks. Maar als je soms naar een discotheek en gaat om te dansen, dan pomp je dat op. Hij zegt, maar je moet oppassen met de vogeltjesdans. Want ze kunt knappen. Hij zegt, maar net maar eens met, probeert maar eens. Nou, en Gert Rutte neemt dat spul met naar hoes en ze stopt achter de BH, ze pompt dat in zijn bedje op. Ze dacht, nou, dat zit nog zo gek nog niet. En ze lukt de lucht eruit en ze gaat soms naar een discotheek. En ze staat aan de bar van de discotheek en op een gegeven moment een deur gaat los. En er komt een hele knappe keel binnen. En Gert Rutte dacht bij zichzelf, nou, den keel dan is voor mij. Dat zij begint te pompen. En een keel zag haar en ik kom op haar afloop en ze dacht, nou, ik doe nou nog één pompje bij. En een keel komt er zo bij staan en Gert Rutte zegt, nou, zegt ze, leuk dat je er bent, zegt ze. Ja, zeggen, dat vind ik zelf ook. En ze zeggen, kom je hier vaker? Nou, zei een keel, ik ben hier nog nooit west. Hij zegt, maar zo te zien zeggen, heb je dezelfde dokter.